In een moeilijke periode rondom de zwangerschap van onze tweeling hebben wij ons opengesteld en wij God heel dichtbij ervaren en is ons geloof enorm gegroeid. Vier jaar geleden bestond ons gezin uit Ruben, ik en twee kinderen, Noëlin en Lars. Ik ging toch veel op met Paulien, nog steeds. We waren een keer samen en zij vertelde toen op het moment dat ze een droom had gehad. En dat ging over iemand die in mijn hele nabije omgeving, iemand die echt heel dicht bij mijn hart lag, dat die zwanger zou worden van een tweeling en twee gezonde jongens zou baren. 2 jaar later ongeveer was ik zwanger van dochter Senna. In 2017 is zij geboren. Terwijl ik nog in verwachting was, toen deelde Paulien op een dag van... Ik zie dat God, of die laat me eigenlijk voelen dat deze droom over jou gaat. Op dat moment was dat voor mij een beetje onwerkelijk, want ik was op dat moment zwanger van Senna, een meisje, 1 kindje. Maar toch heb ik het wel verteld aan Eline, omdat ik vond dat ik dat toch moest delen, ondanks dat ik het niet kon rijmen met hoe het nu was, zeg maar. En ik heb ook gezegd, we laten het gewoon los en ik deel wat ik voel en dan gaan we zien wat God ermee gaat doen. Toen wij weer een jaar later, of eigenlijk 1,5 jaar later, opnieuw een verwachting bleken, toen zagen we op de echo 2 kinderen. En toen ging die droom weer leven. Ik herinner me weer wat ze gezegd had, maar ook vooral dat God heeft gezegd, deze jongens die gaan gezond ter wereld komen. Ik ervoer toen ook, dat was mijn gevoel op dat moment, dat de weg ernaartoe niet makkelijk zou zijn. Maar dat wel was wat God ons ging geven, 2 gezonde jongens in onze armen. Bij de echo kwamen we tot de conclusie dat 1 van de tweeling een verdikte nekplooi had. Dat was reden om naar het Wilhelminekind ziekenhuis toe te gaan. Daar hebben ze onderzoek gedaan. Toen kwamen ze er ook al achter dat 1 van de 2 kindjes wat kleiner was. En er werd eigenlijk vanwege de verdikte nekplooi werd al heel snel gezegd van grote kans op een syndroom van Down. En omdat er 1 eigen tweeling zou zijn, zouden ze dat dan beide hebben. Er werd ook al gesproken over het verliezen van 1 van de tweeling. Kansen, percentages werden genoemd. Die waren niet rooskleurig. Ik ben een maand lang opgenomen geweest in Leiden. Dat was eigenlijk omdat ze dachten dat de baby's elk moment geboren zouden kunnen worden. De ene week hadden we een beetje goed nieuws, het leek weer iets beter. En de andere week was het weer slecht nieuws. We hebben veel teruggedacht aan de droom die Pauline heeft gezien of gehad. Omdat het dusdanig zorgelijk was. We kregen vaak het bericht van een kindje gaat niet redden. Of het is de ernstige vroeggeboorte bewijzen van wat echt voor complicaties kan zorgen. Ja, op momenten dat we het even wat moeilijker berichten hadden, dat het wat meer somber leek, de prognose niet goed was. Toen zijn we naar de stad gegaan, hebben we kleertjes gekocht. Eigenlijk een beetje een daad van vertrouwen en geloof. Deze jongens die zullen dit straks dragen. Ik had een vriendin die tegen mij zei van je hebt die droom gehad. Niet om alleen maar om het te weten dat het zo is, maar ook om daar iets mee te kunnen. Want God die wil door je heen werken, door iedereen. Hè? Hij geeft informatie om daar iets mee te kunnen. En toen werd ik uitgedaagd, ook door God, om leven uit te spreken voor die tweeling in de buik. Wat ik ook wel spannend vond, want ik wou ook geen valse hoop geven. Maar toch heb ik het gedaan en aan Eline gevraagd, mag ik voor je bidden en voor de tweeling bidden? En dat we hiermee gewoon leven uitspreken en het bezegelen wat God heeft laten zien. Uiteindelijk ben ik met 32 weken weer ontslagen uit het ziekenhuis en met 34 weken ingeleid. En dat is precies een termijn dat er geen verhoogde risico's zijn voor de tweeling om geboren te worden. Dat was voor ons ook een moment, daar hadden we vurig voor gebeden of God dat termijn wilde geven. Toen het eenmaal zover was, zijn ze
na een goede bevalling allebei gezond ter wereld gekomen. Het zijn twee kerngezonde jongens. Ik ben heel dankbaar dat we dit hebben mogen meemaken. Als je openstelt, dan krijg je heel veel tekenen. Dan zie je God overal eigenlijk. En dat geeft heel veel vertrouwen. In die tijd komen teksten, die raken je. We hebben heel vaak de regenboog mogen ervaren. In tijden als we heen en weer gingen reizen. We hebben God heel veel ervaren. En die droom, dat was zeker een van de tekenen. Als ik jou zie staan met je dikke buik, dan dacht ik wel van, ja, dat denk ik toch echt niet. Nee. Ik vertrouw je en ik geloof dat het allemaal dat het echt een droom van God was, maar ja, ik zag dat echt niet gebeuren. Het is een wonder. Het is een wonder dat God het gedaan heeft en ja, dat je gewoon het mag doen wat God door je heen wil doen. En dat het gewoon ook nu twee jongens zijn die gezond zijn, die niet hier iets aan over hebben gehouden. En ik ben dol op de tweeling natuurlijk en op mijn lieve vrienden en ja, dat je met elkaar dat mag doen. Wij zijn God heel dankbaar voor wat hij gegeven heeft. Ja, wij zijn God enorm dankbaar. In de eerste plaats natuurlijk met de jongens, met de gezonde kinderen, maar ook wat hij ons geleerd heeft door de tijd heen en wat hij ons gegeven heeft. En dat hadden we niet willen missen.